Ik ben Chilou en ik woon hier al 2 jaar met mijn man René en onze hond Valkor. En wij wonen hier gasloos op de Gaslaan. Het huis is heel goed geïsoleerd, onder andere door HR-glas en ja, het is gewoon een vrij nieuw huis. We hebben zonnepanelen op ons platte dak, we hebben een warmtepomp en we koken helemaal elektrisch met een inductiekookplaat. Dit is dus onze warmtepomp. En zoals je ziet, staat die op de eco-stand. Is het water van de verwarming nu 50 graden. Je hebt wel warm water, maar hij is zuiniger. En dan 's avonds, als we normaal douchen en in bad gaan, dat soort dingen, dan wordt het water wel warmer. De zonnepanelen die staan op het dak. En hier hebben we dan onze omvormer. En die registreert eigenlijk hoeveel wij opwekken. En door middel van een internetaansluiting kunnen wij dat ook weer teruglezen. Nou ja, als je van het gas af bent, dan wil je natuurlijk ook je gasmeter zeg maar, uitgeschakeld hebben. Wij hebben die laten verzegelen met dit zegel. Maar als je je gasmeter echt weg wil laten halen, dan betaal je €600-700. Terwijl ze hem gratis komen verzegelen. En ja, het €700 is wel snel verdiend. Ja, ik vind het zelf heel tof dat we nu gasloos wonen, dat we helemaal elektrisch wonen. Ik moet wel mensen waarschuwen die zelf denken om zonnepanelen en dat soort dingen te nemen. Je raakt enorm verslaafd aan het aflezen van je meterstanden en het kijken hoeveel je nu weer hebt opgewekt. Het is wel leuk.